Vandaag een antwoord op de vraag van Cora. Het gewicht van Cora neemt enorm snel toe. Zelfs wanneer Cora helemaal niet veel eet, niet veel calorie leverende voedingsstoffen binnenkrijgt. Cora begrijpt dat deze snelle toename van haar gewicht betekent dat het energieverbruik, het verbruik van energie leverende voedingsstoffen, calorie leverende voedingsstoffen in haar lijf erg laag is. En Cora begrijpt ook dat ja, enkel wanneer dat energieverbruik in haar lijf, wat momenteel dus erg laag is, hoger wordt, ja, dat dan enkel de kans op gewichtsverlies ook toe zal nemen. Nu heeft Cora altijd gedacht dat je enkel dat energieverbruik in je lijf, dat verbruik van energieleverende, calorieleverende voedingsstoffen in je lijf, kan beïnvloeden door ja, je beweegpatroon uit te breiden. Door bijvoorbeeld te gaan sporten, want dan verhoog je tijdelijk tenminste het verbruik in je spierweefsel, in het spierweefsel wat je benut tijdens het sporten en ook je hartspierweefsel, want je hart moet dan ook sneller pompen, hè? Dat heeft Cora altijd gedacht, dat je enkel op die manier het energieverbruik in je lijf kan verhogen. Maar nu heeft Cora begrepen dat je ook met je voeding het energieverbruik, het verbruik van energieleverende voedingsstoffen, calorieleverende voedingsstoffen in je lijf kan beïnvloeden. In nadelige zin, maar ook in gunstige zin. En de vraag van Cora is dan ook, want ze wil dolgraag dat het energieverbruik in haar lijf toeneemt, zodat de kans op gewichtsverlies ook toeneemt. De vraag van Cora is of ik uit kan leggen hoe je met je voeding het energieverbruik in je lijf kan beïnvloeden. Nou, Cora, jij hebt heel veel cellen in je lijf. Je hebt spiercellen in je lijf en daar zal de activiteit even verhoogd worden en ook het verbruik hoger worden wanneer je je beweegpatroon uitbreidt, wanneer je gaat sporten en je spieren meer bundelt. Maar je hebt ook kliercellen, je hebt zenuwcellen, je hebt rode bloedcellen, je hebt witte bloedcellen. Je hebt vele cellen, meer dan enkel spiercellen in je lijf. En in al die cellen kan en moet het liefst ook het verbruik van energie, dat wil zeggen het verbruik van energieleverende, calorieleverende voedingsstoffen plaatsvinden. En dit verbruik, dat vindt plaats in de organellen, dat zijn membraanomhulde celcompartimenten binnen in jouw cellen. Dat betekent dat het energieverbruik in je lijf heel hoog zal zijn wanneer in al die cellen in je lijf, dus niet alleen je spiercellen, maar ook kliercellen, witte bloedcellen, rode bloedcellen, zenuwcellen, wanneer in al die cellen in je lijf calorie-leverende voedingsstoffen, energie-leverende voedingsstoffen worden opgenomen, vervolgens worden opgenomen in die organellen, die celcompartimenten, alwaar ze verbruikt kunnen worden. Want dan is het verbruik in je lijf super hoog. Maar het verbruik in je lijf zal heel laag zijn wanneer calorie leverende voedingsstoffen, energie leverende voedingsstoffen, niet in alle cellen van je lijf. Dus behalve je spiercellen, ook die kliercellen, die zenuwcellen, die witte bloedcellen, die rode bloedcellen. Wanneer calorie leverende, energie leverende voedingsstoffen niet
in alle cellen van je lijf opgenomen worden, niet in de organellen binnenin je cellen, membraanomhulde celcompartimenten opgenomen worden en daar verbruikt kunnen worden. Ja, dan zal het verbruik in je lijf super, super laag zijn. En daar heb jij met je voeding invloed op. Want enkel wanneer calorie leverende voedingsstoffen, dat betreffen koolhydraten, eiwitten, vetten, dat zijn molecuulverbindingen. Enkel wanneer koolhydraten, eiwitten, vetten, molecuulverbindingen in jouw spijsverteringskanaal verteerd, enzymatisch gesplitst kunnen worden tot kleinere delen, monomeren, enkelvoudige moleculen, glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, onder opname van water met behulp van spijsverteringsenzymen. Enkel dan kunnen calorie-leverende voedingsstoffen, glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, opgeloste varianten daarvan, in je darmwandcellen opgenomen worden en dus in je lichaamcellen opgenomen worden. Wanneer de calorieleverende, energieleverende voedingsstoffen in jouw voeding, koolhydraten, eiwitten, vetten, molecuulverbindingen, niet verteerd, enzymatisch gesplitst kunnen worden tot kleinere delen, enkelvoudige moleculen, monomeren, glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, in jouw spijsverteringskanaal onder opname van water met behulp van spijsverteringsenzymen, dan zullen never, nooit calorie leverende voedingsstoffen, glucosemoleculen, aminozuurmoleculen, aminozuren en vrije vetzuren opgenomen worden in jouw darmwandcellen en dus niet opgenomen worden in je lichaamcellen, zullen calorieleverende voedingsstoffen niet in de mitochondriën, energiefabriekjes van je lichaamcellen opgenomen worden en dus ook niet verbruikt worden, want dat vindt daar in je lichaamcellen, in de mitochondriën van je lichaamcellen plaats. Zal het verbruik in je lijf erg laag zijn. Het verbruik van calorie-leverende, energie-leverende voedingsstoffen in jouw lijf, in jouw lichaamcellen, zal dus enkel hoog zijn wanneer de vertering van de calorie-leverende voedingsstoffen, de energie-leverende voedingsstoffen in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal, tot kleinere delen, met behulp van spijsverteringsenzymen, goed verloopt. Verloopt dat niet goed? Zal de opname van calorie-leverende voedingsstoffen in je darmcellen, in je lichaamcellen niet goed verlopen? Zal de opname in de mitochondriën van je lichaamcellen, daar waar ze verbruikt kunnen worden, niet goed verlopen? Zal het verbruik in je lijf erg laag zijn? Het hangt dus af van de vertering van jouw voeding, van de calorie-leverende voedingsstoffen in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal. Nou, wanneer zal dat nou wel en wanneer zal dat nou niet goed verlopen? De vertering van de koolhydraten, eiwitten, vetten, calorie-leverende, energie-leverende voedingsstoffen in jouw voeding in je spijsverteringskanaal vereist de afgifte van spijsverteringsenzymen. Dat zijn eiwitten die de vertering van die molecuulverbindingen tot kleinere delen mogelijk maken. De afgifte van spijsverteringsenzymen in het lumen, de holte van jouw maag, en het lumen, de holte van jouw darmen, daar waar jij de voedingsstoffen laat belanden die verteerd moeten worden. Verloopt de afgifte van die spijsverteringsenzymen in het lumen van jouw maag, in het lumen van je darmen niet goed? Dan zullen de calorieleverende voedingsstoffen in jouw voeding niet verteerd worden tot kleinere delen enkelvoudige moleculen in jouw spijsverteringskanaal, in jouw maag en darmen.
zatverbruik in je lijf super, super laag zijn, want dan zal de opname van calorieleverende voedingsstoffen in eerst je darmwandcellen en vervolgens alle andere lichaamcellen niet goed verlopen. Zal het verbruik in je lijf in lichaamcellen, in de mitochondriën van lichaamcellen, heel laag zijn. De kliercellen in de wand van jouw maag en de kliercellen in de wand van jouw darmen, dat zijn de cellen die de spijsverteringsenzymen, die de vertering van jouw voeding mogelijk maken, eerst moeten vormen en vervolgens moeten uitscheiden naar het extracellulaire milieu van deze cellen, alvorens spijsverteringsenzymen afgegeven kunnen worden in het lumen van jouw maag en darmen, daar waar die voeding verteerd moet worden. Wanneer de kliercellen in de wand van jouw maag en de kliercellen in de wand van jouw darmen niet in staat zijn om spijsverteringsenzymen te vormen, of niet in staat zijn om spijsverteringsenzymen naar het extracellulaire milieu te verplaatsen, uit te scheiden, te transporteren, dan zullen spijsverteringsenzymen never nooit in het lumen van jouw maag en het lumen van jouw darmen belanden, zullen de calorieleverende voedingsstoffen in jouw voeding niet verteerd worden, zal het verbruik in je lijf super laag zijn. De kliercellen in de wand van jouw maag, de kliercellen in de wand van jouw darmen, kunnen twee soorten processen uitvoeren. Katabole, afbrekende processen, en anabole, opbouwende en herstellende processen. De vorming van spijsverteringsenzymen. Enzymen, dat zijn eiwitten, dus de vorming van eiwitten. Dat is een anabool stofwisselingproces. De vorming van vesicles, transport- en secretieblaasjes en ook transporteiwitten. Dat wat nodig is om in de cel gevormde spijsverteringsenzymen ook wel naar buiten, naar het extracellulaire milieu, uit te kunnen scheiden, te verplaatsen, te transporteren. Ook dat zijn allemaal anabole stofwisselingsprocessen. Dus de kliercellen in de wand van jouw maag, de kliercellen in de wand van jouw darmen, moeten eerst anabole opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen uitvoeren, alvorens de voeding, de calorieleverende voedingsstoffen in jouw voeding, in het lumen van jouw maag en het lumen van jouw darmen verteerd kunnen worden en het verbruik in je lijf kan toenemen. Wanneer die kliercellen in de wand van jouw maag, in de wand van jouw darmen niet in staat zijn om anabole processen uit te voeren, dan zijn deze cellen niet in staat om spijsverteringsenzymen te vormen of de vesicles in het transporteiwit te vormen waarmee die spijsverteringsenzymen moeten uitgescheiden worden naar het extracellulaire milieu. Zullen die spijsverteringsenzymen niet afgegeven worden in het lumen van je maag, niet afgegeven worden in het lumen van je darmen, zal de vertering van jouw voeding niet plaatsvinden, zal de opname van calorieleverende voedingsstoffen in je darmwandcellen en lijf niet plaatsvinden, zal het verbruik in je lijf heel laag zijn. Die kliercellen in de wand van jouw maag en de kliercellen in de wand van jouw darmen hebben om anabole opbouwende en herstellende processen uit te kunnen voeren vocht en bouwstoffen nodig. Allee, een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dat wil zeggen, dat kunnen die cellen niet zelf vormen. Die moet jij met je voeding aanleveren. Dat zijn alle vitamines, een heel aantal mineralen, een heel aantal spoorelementen, 9 aminozuren zijn essentieel en 2 vetzuren zijn essentieel. Dus wanneer jouw voeding te weinig vocht levert, te weinig essentiële vitamines levert, te weinig essentiële mineralen levert, te weinig essentiële spoorelementen levert, te weinig essentiële aminozuren levert, te weinig essentiële vetzuren levert, dan zijn de kliercellen in jouw maagwand en de kliercellen in jouw darmwand niet in staat om anabole processen uit te voeren. Niet in staat om spijsverteringsenzymen te vormen. Niet in staat om vesicles en transporteiwitten te vormen. Niet in staat om spijsverteringsenzymen uit te scheiden naar het extracellulaire milieu. Zullen er geen spijsverteringsenzymen afgegeven worden in het lumen van jouw maag en het lumen van jouw darmen, zullen de calorieleverende voedingsstoffen in jouw voeding niet verteerd worden tot kleinere delen, monomeren, enkelvoudige moleculen. Zullen calorieleverende voedingsstoffen niet opgenomen worden in je darmcellen, niet opgenomen worden in je lichaamcellen, zullen die niet opgenomen worden in de mitochondriën van je lichaamcellen, daar waar ze verbruikt kunnen worden, zal het verbruik in je lijf erg laag zijn. En dat is dus hoe jij invloed kan uitoefenen op het verbruik in je lijf door ervoor te zorgen dat alle cellen in je lijf en vooral dus ook die kliercellen in je maagwand en darmwand goed voorzien worden in vocht en alle essentiële varianten van bouwstoffen, want daar is het hele verbruik in je lijf van afhankelijk. Dat als antwoord op je vraag.